Ja, daar zijn we. We zijn hier op het terrein van de Bebro. We gaan een oefenpotje spelen. Naast me zit een van de spelers, Maarten Julsing. Maarten, welkom. Dankjewel. Speelt zo meteen tegen je collega Fabian Bezeminder. Hebben we niet eerder aan het werk gezien in de Stay Home League of Darts. Ken jij hem een beetje als speler? Ja, helaas heeft hij het kwalificatietoernooi zelfs niet gehaald. Dus ja, ik verwacht dat ik hem zo meteen ga oprollen met 3-0. Duidelijke taal. Nou, ik zou zeggen, laten we heerlijk gaan beginnen. Ed, wil je een introfilmpje doen van de spelers of slaan we die even over? We doen alles. Dan komen ze wel. Ja, dan zijn het even andere namen. En Maakt niet andere uit. namen. We beginnen met. Fabian heet Dennis Willemsen en Maarten heet Dennis de Haas. Wij gooien. Ladies and gentlemen, as we all know, it's difficult times for everybody, not only for the sport world, but for everyone around. And these desperate times bring out creativity in all people. So, for the first time in the history of the HDO Darts, welcome to the HDO Stay at Home League of Darts. Let's meet the players. Ladies and gentlemen, en daar is die Fabian Bezeminder. Ja, zwaait even applaus. Ja, pakken we even zijn informatie erbij. Fabian Bezeminder, 23 lentes jong. Tegenwoordig 24 al? 22? Het wordt steeds anders, de leeftijd voor jou. Wordt steeds jonger, blijkbaar 22. Is ja, niet helemaal meer vrijgezel. Nou ja, goed, laten we naar speler 2 gaan. Ladies and gentlemen. Please welcome. En daar is hij, Maarten Julsing. Ja hoor, hij speelt dus vandaag tegen zijn collega. Hij heeft een wapen meegenomen. Het is niet te geloven wat hier gebeurt. Er staat een. Een Hitachi-machine heeft hij meegenomen. En hij is ook klaar voor deze wedstrijd. En die wedstrijd staat op punt van beginnen. Even kijken, we pakken de score erbij. Ja, daar is hij. Ik zou zeggen, Fabian Bezeminder mag gaan aftrappen. En dan gaan we genieten van deze wedstrijd. Het is de best of 5 legs. Als we het redden. En Fabio begint met gooien. Oei, 39 score gegooid. Toch een wat ja, zenuwachtig begin. Het is niet een officiële wedstrijd, maar ja, toch wel een tv-wedstrijd. En dat zie je ook aan de eerste pijl van Maarten Julsing. En nummer 2 en 3 kunnen we erbij rekenen. Gooit 6. Ja, en die grote mond, ja, die gaat je dan toch tegenstaan. Zelf rekenen. 38 gegooid door Fabian, die Henk Gorel wil ook graag een pijltje gooien. Even kijken, 35, 55. Yes. Julsing reageert. Kijk nog tegen een kleine achterstand aan. Excuus voor de kijkers thuis. Mag allemaal en nu nog. Nou, nou. Eens even kijken. Wat gooit hij? 67. Knappe worp van Fabian Bezeminder. Ja, die zal toch ook de woorden van Maarten Julsing gehoord hebben net in de intro. Terwijl Julsing. Hoeveel? 40. 40 gooit. En Bezeminder weer naar zijn favoriete triple 19. Ja, gooit niet slecht. Wat is het eigenlijk, Fabian? Ik zat even niet op te letten. 38? 29, 27, 47 is dat. 48 voor Fabian. En Maarten gooit 100. Heb je het geluid, Bart? 100. Ja, ja.
Fabian gaat er 57 af. Dat is 52, hè? Gaat voor tops. Oh, zit er net een centimeter of twee boven. En dat was toch een verrassend score geweest. Tops over. 69. En dan gaat Jelsing vanaf 100. Nee, komt op 60 terecht. En nu heeft Fabian bezig binnen 3 losse pijlen. Helemaal vrij. Voor de 1-0. Ik heb 60 over. 40. En hij gooit een 1. Ik heb 60 over, hè? Een 5, sorry. Ik werd even afgeleid. Tops over. Tops over van Maarten Jelsing. Oeh. Ja! Ja, pakt hem hoor. Knap gegooid. Dus tweede pijl voor de dubbel. Ja, en Fabian zal balen. Maar ja, hij moet ook beseffen dat... Maarten Jelsing... als hij een kans krijgt, eigenlijk heel snel toeslaat. Dat zien we over het algemeen. En dat zagen we nu net weer. 1-0 voor Maarten Hilsing. Scoort een 55. Nou ja. Kijken we even een andere camera. Dan zien we Fabian Beesenberg in optima forma aan het werk. 18 gegooid. Ja, lijkt nu toch een klapje gekregen te hebben. Had een pijl 5 op de eerste lek, op zijn eigen lek. Maar verliest hem uiteindelijk tegen Jelsing. Die een solide 50 neerzet. Score. Ja. En Fabian, ja, die pakt weer even zijn favoriete triple 19 erbij. Is 27. Wat hè? 54 gegooid. Gaan we naar Jelsing. Pijlen gaan hard in het bord. Hoeveel? 41 gegooid. En daar is Bezem binnen. Zoekt weer naar die triple 19. Weet hem niet te vinden. Waarom zeg 19? 43. Nee. Huh? 9 is dat, hè? Oh, triple 9, ja, nee, god. Ja, normaal gaat iemand naar 19, maar deze man gaat naar 9. Ja, dat zit niet in mijn hoofd. Kijk, Jelsing met een 80 score. Haalt die 75 over zo meteen. Tegenover 186 van Fabian Beesbinnen. Lijkt niet meer naar die 9 toe te durven. Gooit nu 11. Kijken of Jelsing dat kunstje opnieuw kan halen. Ja, nou moet naar links. Tops over voor de 2-0. Oeh, een centimeter of 5 erboven. En Fabian start vanaf... Wat heb je thuis? Tops over is 35. Hij moet iets naar beneden, iets naar links. Nou ja, toch weer klaar maken voor Mieke. Godverdomme. Voor microcar. Verkoop het toch? Microcar. Ah ja, ik vind het wel een beste. Heb je goed Belsen? Ja, je hebt het. Oh, wacht. Dan gaan we voor. Tops over. Ik gooi de 35. 17. Ja, die heb ik erin staan. Oh, nee, je moet één keer enter. 17. Nou, Jelsing voor de 2-0. 3 pijlen op, dubbel 20. De eerste zit er net boven. Ja, dat is die goed, ja. Ja, nu weer niet. Lijkt me net waar die staat. Hij gooit hem wel, ja hoor. Single 20, dubbel 10. En de 2-0 is een feit. Hij pakt zijn eigen lek. En een gemiddelde van bijna 55, 54.73. Is helemaal niet gek. Kijk eventjes of we nog een lekje erbij pakken. Ja, we pakken er nog even een lekje bij. Waarom niet? Maar die, ja, die banners staan. Ja, ik moet kort zes het eten. Eén lekje toch? Eén lekje kan nog wel. Pak even de laatste lek. Gewoon eventjes even lekker warm draaien. Kast moet je ook een banner. Terwijl Henk Gorel weer terugkomt. Die heeft net zijn klant gemist, want die rijdt net weg.
Fabio Beesminder, ja, aparte werpstijl. Gaat naar de dubbel 12-56. Is toch een beetje linksboven georiënteerd, Beesminder. Jilsing gooit 41. En het lijkt, het ligt waar ze staan. Ga eens gooien, Fabio. Ja, dat je iets meer spelen. Ja, nee, naar beneden. Ja, maar dan zou je hem verder weg moeten zetten. Nee, je kan toch zo laten zakken? Zo? Nee, meer? En wie wil er ook? Blijf zo? Zo weer? Ja, op zich is het bij Fabio goed. En bij mij dan? Lang. 36, wat gooi je eigenlijk? Jezus. Wat gooi je nou weer, joh? 56? 56 dan? Nee, 56. 55 gooit hij. Gooi je? 55 kort. 55. Excuus. 55, ja. Staat er. Ah ja, die Jelsen stelt goed in dat. Ja, klopt, maar die gaat soms naar links en naar rechts. En dan, ja, maar dat, dat is dan maar zo. Fabian, niet prachtig. Maar ja, dat is. Ja, we voor het ding dan wel op de achtergrond zitten. Ja, anders tegen die. Hij moet hier. Tegen die. Tegen die alarmkast. Ja. Ja. Ja, ik heb er trouwens nog een hoor, dan heb je er twee. Ja, maar niet allemaal ervoor. Zo? Nee, ja, de achterbeter, anders wordt het zo'n. Of hier, of hier. Dan zie je de ADO niet meer. Hier, nee, die zie je niet. Dan zie je niet? Nee, je ziet dit. En anders wordt zo'n aaneenschakeling van dat soort borden. Kunnen die gewoon één grote vlag er achterhangen? Ja? Nederlandse vlag! Kunnen we niet gewoon inderdaad een Nederlandse vlag of zo? Nederlandse vlag gaan we er. Nou, dat, die dekt het ook niet af, joh. Maakt niet uit. Dit hou je toch? Geef niet. Ja, of je moet hem. Ja, een Nederlandse vlag iets naar voren halen, ben je er ook. Hey, wat gooide ik dat? Ja, niet goed. Ja, weet ik niet. Moet je van het houden? Ja, doe het gewoon nog een keer opnieuw, joh. Kun je wel schelen. Ja, even opnieuw. Nee, maar ik heb ook al gegooid. Maar ja, goeie. Ik heb ook nieuw. Oké, ga jij maar tot uit, jongens. Voor de 41. Fair play, hè? Come on. Fair play. Ja, dan pak je je gemiddelde. Ja, maar daar staan de spelers. Niks mee te maken. Dat is, nah, dat is kut, joh. Ja, dat is denk ik kut. Vervelend? Ja, dat is kut. Dan zet ze anders allebei. Ja, het is, wordt zo'n. Het voegt niks toe, die Ben. Nee, kun je niks op weg. Ja, dat je niet die achtergrond. Of ja, met laken. Er staan allemaal loze kretel. Dat is net zo. Met elkaar? Net zo in de. Ja, vind ik, is het autistisch. Ja, dat is mooi, nee. Nou, dan gaan we iets anders voor verzinnen. Maar dat is iets even zelf. Ik heb een heel grote oorzaak met al die maanden erop. Ja, dat is de lopenkut. Ja. Dat weet je hier dan? Ja, nee, ja, die gaan we niet hier hangen, joh, ben je gek. Wat je grote ding is. Ik geloof van de hele dag mee bezig geweest voor je. Hou die boven. Ja. Nee, nee. En dit is ook. Kunnen we niet gewoon. Ja, even zien. De achterkant. Wit gewoon. Van de achterkant wit. Beter, ja. Ja. Dat is nu al beter, ja. Hey, maar gooi even door, want ik moet ik heb even mee. Ja, oké, okay, let's go. Fabian. Ik ga nog even gouden bier. Ja. Ja, lekker. Ja? Ja hoor, gooi maar. En wat is het fijn dat vrouwen thuis ook lekker meekijken. Krijgt zojuist een bericht van Chanel. En ook Manu, die kijkt heerlijk mee. Die zit te genieten van deze wedstrijd. En ook Chiara zit ook lekker mee te kijken naar de verrichtingen van de heer Beesminder. Daar is Jilsing met een 45 score. Helemaal niet gek hoor, echt niet. Nee hoor, hoef je absoluut niet voor te schamen. Gaan we lekker door. Bijna de dubbel 1. Bijna de dubbel 11. En de single 14. Het is werkelijk niet te geloven. 25 hè? 190 over voor Beesminder. En Jilsing, nee, sorry, 190 voor Jilsing. Die heeft een beursje te goed natuurlijk. En die gooit wederom 45. 100 score over voor Jilsing. Tegenover die 190. Nee, het gaat helemaal niet goed, joh. Klopt geen reet van. Ah ja, boeien. Doe mij ook maar voor 45. Oké. Fabian. 72 Jilsing vanaf 145. Kleine handicap.
Ja, ja, het is eventjes... even voor de sier nu. 41 voor Jilsing, 104. Ik sta over op de letterbal. Ja, dat is prima, joh. Iets hier moet je hebben. Ja. Hoeveel? 41. Is dat top? Ja, we gaan aan ons knopen van deze wedstrijd. Fabian, vanaf 54 kan hij een lekje afsnoepen van Jilsik tegenover die 63. 14 gegooid, tops over. Mag ik de laatste gooien? Nee, joh, miste mee. Nou ja, er valt niks uit te gooien. 35 heb ik. Even gewoon een oneven. Hoppa. Nou, dat is goed. Hoeveel? Of heb je net over? Dubbel 16. Dubbel 16 over, Fabian. Nee, joh, dat kan nooit. Dubbel 13. Nee, wat even. Ik moet tops gooien, toen gooide ik 5. 16, 30. En toen gooide ik 13. Dubbel 11 heb je volgens mij. Ja. 22 over. En wat heb ik over? 22 over, dus heeft hij... 63. 20. Hey Jilsing, vanaf 63. 13 dubbel 12 of triple 17 dubbel 6? Die kar wat verder naar achter. En breed. Even iets draaien. Shit. 3, 2. Nee, dan zie je me helemaal je niet. Hoor. Je wilt het zien juist. Waarom zetten we niet iets hoger? Op een paar kratten. Dan zie je hem heel mooi in beeld juist. Dat kan. Dan zie je perfect in beeld juist. Ja, je kan ook dit ding eraf halen. Goed. En die ophangen? Ja. Waarom? Dat ophangen. Als we dat ding verhogen, dat is toch veel makkelijker. Godverdomme, die legt dat weer aan. Als je vier kratten onder zet, ben je wel. Wat is er gegooid, jongens? Ja, jij gooide... Ik gooide 11. Ja, ik heb dubbel 11. Ja. Dubbel 11 voor Bezeminder. Oef. Wow. Jezus. Dan gaat Jilsing vanaf 52. Nou, hij moet veel hoger. Nou, een stuk hoger hoor. Jilsing met 20, ik denk 32, dubbel 16, zijn favoriet. Pakt hij hem? Nee, ja. Oh, hij ging juichen, ja. Oh. Wat, 20 hè? Nee, sorry, wat heb je gegooid? Ja, de 16 over. Ja, dat doen we morgen wel even. Kom maar even kijken. 36 dus. Ja, oké, YOLO. Dubbel 11. Fabian bezig binnen. Oh, wordt afgeleid. Ja, dat kan toch wat irritatie opwekken. Hij haalt dubbel 11, hij gooit 14. Hij haalt die 8 over dubbel 4. Nee, dood. Gaat Jilsing. Dubbel 8. Ook niet een hele erge voor Jilsing. Oh, verkeerde kant van het ijzer. En Jilsing, of Bezeminder van de dubbel 11. Terwijl we er zo mee gaan stoppen, jongens. Zou mooi zijn als Bezeminder hem nu gooit. Nee, gooit hem niet. Gaat Jilsing nog één keer werpen. En dan is het, denk ik, nog... Een dubbel 8 voor Jilsing. Normaal gooit hij hem onder druk. Zit net aan de verkeerde kant van het ijzer. En die zit erin. Ja, hij pakt hem nog eventjes. Hartstikke knap. Op zijn derde pijl. En dan is deze wedstrijd met 0-3 afgelopen. Pakken we even de studie erbij. Even kijken. Staat er goed op? We zien... Ik moet eventjes schakelen naar de players. Ja. Jongens, ik moet gaan. Ja, is goed toch? Nou, we kijken of we iemand in de studio... Studio, even een kort woordje met Jilsen. Die moet zo meteen patatjes halen voor het gezin. Even over het gezin gesproken. Zullen die morgen ook achter de tv zitten, Jilsing? wat zei je, P? Of het gezin morgen ook lekker meekijkt. Ik hoop het wel. Ik ga er wel vanuit natuurlijk. Ik bedoel, dit wil iedereen zien. Ja, nou ja, goed. Makkelijk potje zie ik, hè. Gemiddelde van 43. Nou ja, dat is vooral die laatste beurt een beetje vernacheld.
Maar steady. En ja, je hebt je woorden waargemaakt. Ja, natuurlijk. Die Fabian stelt helemaal niks voor, joh. Nee, dat hebben we gezien. Misschien dat Faap nog een klein woordje heeft voor de mensen thuis. Fijn weekend. Zo leuk. Ja, dat vind ik een mooie afsluiter. We gaan hem afsluiten. We zien jullie morgen vanaf 8 uur hier vanuit Hoevelaken Oost? Wat is het? Geen idee wat het is. Ik kan me uit de schreden. We gaan er vandoor.